Oké, nieuwe, let's go. Oké, ik ben echt benieuwd wat hij gaat doen. Oh shit! Oh my god! Hey, op de zaterdag in de club. Oh shit! Oh god! Yo mensen, welkom bij deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games The Real Ones. En vandaag ben ik een keer niet in Fortnite natuurlijk. We spelen eigenlijk in elke video wel weer Fortnite. En ik dacht van laten we gewoon een keer een video doen dat we even geen Fortnite aanraken. Maar wel met Fortnite als onderwerp. Namelijk, ik zit nu op Twitter zoals je ziet. En je ziet hier natuurlijk dat ik een tweet open heb staan van Fortnite zelf. Fortnite heeft namelijk in samenwerking met TikTok iets bedacht. Trouwens, ik ben niet gesponsord door TikTok of wat dan ook. Het is gewoon, ik zag het op Twitter staan en ik dacht van dit is misschien wel leuk om een video over te maken. Fortnite gaat dus samen met TikTok een wedstrijd houden van dat je de beste emotes moet gooien naar Fortnite, naar deze tweet met de hashtag Emote Royale Contest. En dan gaan ze kijken natuurlijk welke emote er wel gaat winnen en dan misschien komt die dan weer in de game. Het is super, volgens mij hadden we dat vorig jaar ook natuurlijk met de Orange Justice. Had je allemaal mensen die ook allemaal emotes stuurden naar Fortnite. Ze gaan het dus dit jaar weer doen en ik dacht van, laten we gewoon even naar de hashtag Emote Royale Contest gaan. En als je daarop klikt natuurlijk zie je dus alle filmpjes die nu al ingezonden zijn van mensen met dansjes en zo. Oh shit, ik speel er al één af, dat is niet de bedoeling. Dus we gaan gewoon al deze dansjes gewoon bekijken en kijken of er echt misschien wel een insane emote tussen zit. En misschien komt hij wel in de game, weet ik niet. We gaan het gewoon kijken. Dus hopelijk hebben jullie zin, jongens. Vergeet zeker op de duimpjes omhoog te rammen, jongens. Als je binnen 5 seconden natuurlijk liked op deze video, komt misschien jouw eigen bedachte Fortnite emote wel in de game. Dus ik zou zeggen, ruim op dat duimpje omhoog. En wie weet komt jouw emote wel in de game. Je weet het maar nooit. Ik zou het gewoon proberen, je weet maar nooit. Trouwens, voordat de video start, ga ik even mijn raam dicht doen. Want echt dat gebouw altijd naast me, jongen. Holy shit, al dat gejank. Ja, er wordt gebouwd naast mijn huis en dat al die machines en zo, vet irritant. Alright, we zijn dus bij de pagina aangekomen van Emote Royale natuurlijk. De Emote Royale Contest natuurlijk. Dus met deze hashtags kan je dus al deze filmpjes vinden. Dus als je een paar leuke ziet in deze video, ik zou zeggen, check even Twitter. Ga naar deze hashtag en je kan ze gewoon allemaal terug bekijken. Oké, de eerste is dus van AstaX1, if this don't win. Oké, dus deze emote is echt trouwens fucking vaak bekeken. Oké, we gaan gewoon aantikken. Ik ben benieuwd, man. Ik ben benieuwd. Oké, wat is dit? Fuck you, whore. We like Fortnite. We like Fortnite. Die benen. We like Fortnite. We like Fortnite. Oh my god. We like Fortnite. 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 Fuck you, whore. We like Fortnite. Oh my. Dit gaat ook zo door, of niet? Oh my god. Oké, deze verdient trouwens wel even een hartje trouwens. Maar oh my god, ik zweer als ze echt die middelvinger erin gooien. Als ze dat erin gooien, ik zweer. Waarschijnlijk gaan Fortnite dat natuurlijk nooit doen, want het is gewoon echt, ja, child friendly zou ik maar zeggen. Maar echt, als er ooit een emote komt met een middelvinger of wat, iets wat erop lijkt of zo, lijkt me fucking goud natuurlijk. Maar de middelvinger moet gewoon een keer in de game komen. Maar waarschijnlijk, ja, wordt het hem niet. Maar het zou fucking grappig zijn. Oké, deze was wel grappig. Dit was echt de eerste die we hebben gekeken, was gelijk al echt een leuke man. Alright, oké. Esco. Oh, Beast by Esco is het helaas niet. Found the Edmond Growl version of Say No. Whole house was shaking them. Oké. Nou, oh shit. Hij is al afgespeeld. Die is ook fucking vaak bekeken. Ze worden echt veel bekeken, jongens. Dus wil je cloud pakken? Yo, jump op deze fucking wedstrijd. Oh shit. Oh, what the fuck? Oh my god. Oh shit. Hey, wacht even. Dat stukje. Wacht, ik wil het nog een keer zien. Dat zo. Oh shit. Hey, oh my god. Oké, deze. Yo. Nog een keer. Ik wil hem nog een keer zien. Wat? Oh shit, man. Maar deze. Hup, en dan. Oh, goud. Ik zeg je eerlijk, ik zie deze nog echt wel in de game komen ook nog maar. Oh shit, deze is fucking grappig, ouwe. Oh my god, deze verdient zeker een hartje. Ik like gewoon elke die ik echt nice vind, man. Oh, ik gewoon dat stuk dat hij zo snel dit doet en dan sing sing van Morgaan natuurlijk. Ja, die memes kent iedereen wel. Deze staat op nummer 1, ik zeg je eerlijk. Deze was echt, we hebben er maar 2 gezien. Maar de tweede is al fucking grappig, ouwe. Alright. Oké, de nieuwe. Oké, wacht. Ik wil eerst even. Hij speelt gelijk af als ik eroverheen ga. Ik wil eerst even checken. This is my submission to the Fortnite hashtag Emote Royale Contest. I want in the game because it's cool. And I made it. Please. Oh, holy fuck. Oké, de vorige zit rond de 45.000 views, zou ik maar zeggen. En deze zit op 700. Oké, deze moet dan echt banging zien. Oké, even zien. Hoor ik wat? Oh ja, oké, ik hoor wat.
Oh shit! Ja, nog een keer, ik wil nog een keer zien. Die inzoom, let op die inzoom. Fop, oh my god. Te amazing voor woorden, man. Oh shit, deze. Oh my god, deze heeft me echt odd. Oh my god, dit was, ja, duidelijk, de beste. De meeste views ook trouwens van de die we hebben bekeken net, man. Why, yo, man. Oh, gewoon het feit dat hij zo vet awkward staat en dan die inzoom op die drop. Ik wil nog één keer zien, nog één keer, kom op. Oh, deze is goud. Deze guy verdient een I don't know, deze guy verdient gewoon in de game. Kijk, het kut is, die inzoom natuurlijk is van het beeld zelf. Dus ze kunnen nooit die inzoom op de fucking emote gooien. Maar gewoon het feit, die houding en die muziek is echt prachtig. Ik hoop dat deze is goud. Deze zou ik ook echt kopen, ik zeg je eerlijk. Oké, okay. Die was, oh shit, dat gaat gelijk door. Wacht even! Holy shit, hij speelt er gelijk al, dat is wel kut. The Wheelbarrow hashtag Emote Royale Contest. Oké, okay, deze is dus weer rond de 45k een keer bekeken. Alright, ik ben benieuwd, we gaan checken. Oh my god. Are you fucking kidding me? Oké, okay, ten eerste, wat voor, welke 2 centimeter trouwens deze emote is. Je kan het ook gewoon in de tuin doen, waar je echt tering lang stuk kan lopen, zou ik maar zeggen. Ja, dit gaat waarschijnlijk niet. Ze hebben natuurlijk wel emotes in de game zitten dat je met people samen kan doen, dus. Maar het is, ik snap het dat het, ja, maar deze, ik denk niet dat hij erin kan. Bijvoorbeeld in de lobby zou je deze dus niet kunnen doen, weet je wel. Dat is een ding, dus. Ik vond hem niet zo grappig en spectaculair als die hiervoor, maar, oh shit. Oké. Misschien dat hij wel in de game komt als een samendoe-emote, zeg maar. Maar, ja, sowieso dat al 2 mensen nodig zijn voor de emote, wordt al lastig, I guess. Alright, een nieuwe. Oh shit, het schrikt me, de pleuris. Oké, nieuwe, let's go. Ik ben echt benieuwd wat ik ga doen. Oh shit! Oh my god! Hey, op de zaterdag in de club. Oh shit! Oh mijn god! Hey, ik zeg je eerlijk. Zeker met die beat is deze echt nice, ouwe. Oh shit! Het is ook altijd zo mooi. Die kids zijn ook altijd zo vet geconcentreerd natuurlijk op de dans. Of course, want ja, ik kan helemaal niet dansen. Dus ik, oké. Okay. Ik vond deze best wel hard, man. Even, oh, hij heeft bijna de 1000 likes. Alright, even checken. Ik vond die shit wel leuk, man. Die deze. Hij was een nice, man. Deze kan op zich best wel nice worden. Het is alleen wat ik denk ik. Ik denk dat die misschien een beetje te standaard is of zo. Kijk, dit soort emotes zitten natuurlijk al in de game. En ik denk dat ze echt, dat Fortnite en TikTok echt op zoek zijn nog of een dikke dans. Bijvoorbeeld zoals de Orange Justice, de High, wat dan ook. Echt zo'n soort dans, echt iets nieuws. Of iets gewoon die shit van deze guy, dat hij zo droog als maar weet ik veel wat kan. Dat denk ik. En ik denk dat deze iets meer te standaard is of zo. Denk ik, naar mijn mening. Dus ja, ik zou zeggen, laat sowieso even jouw mening achter. Welke van deze videos jij het leukste vindt om natuurlijk terug te zien in de game. Dus ik ben benieuwd, maar oké, shit, oh shit. Oh, deze is fucking vaak bekeken. Oké, deze ben ik wel benieuwd naar, oké. Huh, maar deze zit toch in de game? Volgens mij heb ik letterlijk deze gisteren gezien. Dropping into Emote Royale with a new emote. Enter the contest and could you get an emote too? Huh, maar deze zit volgens mij in de game. Ik zweer het je. Oké. Oh shit, hij begint al. Kijk die views. Oké, nou ben ik benieuwd. Haha. Ook het feit dat hij zo links in die camera zit. Dat het opeens fucking donker wordt. Die hele kamer nog een keer. Oh shit. Dat geluid er ook bij. Oh, imagine dat hij per ongeluk iets van die tafel afstoot en dat het vol door de kamer vliegt of zo. Dat zou het helemaal afmaken. Ja, oké. Okay. Ja, is deze serieus? I don't know. Het is misschien, ja, je weet maar nooit wat ze in Fortnite. Eigenlijk letterlijk alles kan een emote worden. Letterlijk. Vandaar dat deze contest ook zo breed als weet ik wat maar zijn kan. Maar ja, oké. Okay. Deze was niet echt. Het is wel grappig. Als deze erin komt, respect. Oké. Okay. Ja, man.
Ja, deze toch is Friday in. Oh shit. It's Friday in. Deze is zo goud, joh. Oh man. Nou, iedereen kent deze. Deze is echt. Ik had hem op Insta voor het eerst gezien. Nou, echt. Ik ging stuk, ouwe. Oh my god. Oké, even zien. De nieuwe. Oké, wat is deze? Oh shit. Huh? Oh, dit is toch ook zo'n streamer? Ik ken zijn kop ergens van. Weet die kerel? En Paul? Action Jack. Dit is zo'n vriend van Ninja namelijk. Oh my god, ik vond die best wel leuk. Alleen dit nummer gaan ze er nooit in doen. Oh, die benen, hoe soepel, jongen. Ik zweer, ik zou dus ook echt zo willen kunnen dansen op een of andere manier. Het is misschien wel een beetje cringe, maar het is gewoon goud om te kunnen, ouwe. Deze is wel nice, ik zeg je eerlijk. Alleen het kut is natuurlijk, dit nummer is volgens mij fucking copyrighted. Dus ik weet niet of, ja, die in de game komt. Want daar doen ze natuurlijk altijd moeilijk over. Oké, even zien. Alright. Oh, shit. Het is wel op het nummer die er al in zit. Ik zeg je eerlijk, kijk, het is misschien best wel simpel. En dat zei ik natuurlijk toen straks ook van, ja, simpel, ja, wat ik zeg. Maar op zich, dit zou al een emote kunnen zijn. Dus het zou in de game kunnen komen. Het is alleen, als ze echt een nieuwe winnaar van, zeg maar, de beste emote ooit moeten gaan kiezen. I don't know of deze het wordt. Het is wel gewoon een nice ding, maar what the fuck is dit? Oké, wacht. Oh shit, hij staat... Wat is dit, bro? Oh my god. Nee, dit gaat ook de hele tijd zo door, of niet? Oh shit, opeens verandert de kwaliteit. Oké, ik zeg je eerlijk. Als dit erin komt, ik koop hem. 100%. Ik laat even een iets hierbovenaan. Sowieso, als deze emote ooit, hoe dan ook, misschien, ik denk het niet, maar in de game zou kunnen komen. Jullie zouden hem 100% kopen. In ieder geval, ik zou het echt doen, man. Oké, wat is deze? Een sheriff. Dat handje. Oh shit! Oh sorry. Wacht, haalt hij dat magazijn er eerst uit? Ja, hij haalt hem er eerst uit en dan er weer in. Wat is dat nou weer voor gejank dan? Die pose op het einde! Oh shit, dit verdient een sticker, gast. Nog een keer. Ja, ja, wat is dit dan? Lijkt net dat hij viool loopt te spelen of zo. Oh, goud. Die pose op het einde, die heeft me helemaal. Die geven we even een likey. Oh, goud. Oké, de laatste, boys. Let's go. Wat is dit? This is my Fortnite dance for Emote Royale content. Emote Royale. Oh, shit. Kijk die kop, folks. Serieus. Oh, fuck, ouwe. Oh, gewoon door die camera zie je die handen gewoon niet meer als het bewegen, man. What the fuck, goud, jongen. Nou, jongens, hopelijk vonden jullie deze video leuk. Hopelijk hebben jullie lekker gelachen om sommige dansjes. Ik vond het echt geweldig om te kijken, jongen. Holy shit, ouwe. Nou, ik ben benieuwd welke emote Fortnite gaat uitkiezen. Natuurlijk, misschien kan jij ook bijvoorbeeld meedoen. Nou, ik zou zeggen, gooi het op Twitter met de hashtag Emote Royale Contest. En wie weet kan jouw emote wel winnen. Ik ga het persoonlijk niet doen, want ik ben zo slecht in dansen. Eén en iets verzinnen ook. Dus dat wordt hem dus ook niet, denk ik. Dus hopelijk vond je deze video leuk, jongens. Vergeet niet zeker op die duimpjes omhoog te rammen. Zou super dope zijn. Vergeet natuurlijk ook niet zeker op mijn kanaal te abonneren. Zou super ziek zijn, jongens. We gaan alweer super snel naar de 175.000 abonnees toe. Dus super bedankt voor de support, jongens. Dankjewel voor het kijken, jongens. En ik spreek jullie bij de volgende video weer. Hey, later, mensen.